Wat is leuk, hè? Kijk eens naar mama. Kijk die stoel. Die is helemaal nat van mama. Die camera is ook een beetje nat. Want onze lamp eindelijk voor boven de bank is binnengekomen. Dit is limoen. Oh, limoen. Ja, limoen. Sterker nog, ik heb er zelfs aangifte voor gedaan. Hij is binnen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik had nog niet wat hi tatties zeggen. Oh, zeg maar dan. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ja, was die zo goed? En waar zijn we? Waar zijn we? Nou, we zijn om hier het blokken te spelen om met mij, of hij wil met mij hier naartoe. Ja, we zijn want bij. Hier hebben ze wat leuk ja. Om met blokken. Ja. Met blokken? Met Lego. Lego. We zijn daar Lego heeft. Ja, Lego. Oké, let's go. Let's go. We moeten even naar de ingang. Kijk! Kijk dan! Hè? Kijk eens naar mama. Kijk die stoel. Die is helemaal nat van mama. Die camera is ook een beetje nat. Ik werd ineens helemaal nat gespoten. Thank you.
Hallo. Nou, we zijn thuis. Het was leuk, hè? Ja. Ja, we gaan lekker. Ik weet ook niet wat dat was. Het was leuk bij Legoland. Ja. Discovery Center. Ja. Jesse heeft het onwijs naar zijn zin gehad. Ondanks dat ik niet me echt geweldig voel. Het is toch lekker om er even uit geweest te zijn en dat Jesse even zijn energie kwijt kon en lekker kon spelen. Ja. Ik ben daarna gewoon lekker op de bank geploft. En Sergio is weer goed bezig geweest, want onze lamp eindelijk voor boven de bank is binnengekomen. Sorry dat ik het even niet heb gefilmd, maar ik was even in de flow en Jesse die is echt gewoon... Het is even Tornado 2.0, maar goed, dat zal ook wel... De tijd van de maand, of... Tijd van de maand. Auw, zo. Doe je? Hij is gewoon intelligent. En ik denk dat hij daardoor ook gewoon een beetje niet weet wat hij met zichzelf aan moet. En brutaal is. Ja. Af en toe. Maar hij kan, ja... Het is gewoon een lekker bij de handje. Hij is nog steeds een poepie. Maar goed, ik was dus aan het vertellen dat Sergio goed bezig is geweest. Want ook de kapjes zijn binnen van het plafond. Aangezien we de rails hebben geplaatst. Maar ja, die zat natuurlijk dan niet boven het gat waar we de aansluiting hebben. Dus daar hebben we nu een zwart kapje voor. Is toch een stuk mooier. En ook daar. En... Hier is onze lamp. Ja, je ziet het niet goed. Zit er nou een lamp in? Het is nog even niet het juiste lampje wat erin zit. Zo, de knetters. Dat is een beetje too much, maar... Even kijken of ik hem jullie kan laten zien. Het licht is zo fel dat ik hem niet eens goed in beeld krijg. Zo, dit is hem. Zwart, zodat het mooi past bij de rails. En we hebben natuurlijk ook een beetje hout... Tinten hier zo. Op de vloer. Dus ik ben er blij mee. Er moet alleen nog even een sfeervol lampje in. De kast staat hier. Ik denk toch dat ik gewoon de witte achtergrond. Hij zit er nog niet in. Maar gewoon de witte achterplaat erin wil. Om wat rust te creëren. En uiteindelijk moeten we nog even de definitieve indeling. Voor wat erin staat. Ik heb nu gewoon even gekeken. Wat hebben we in huis? Sergio die heeft inmiddels ook al, is de PlayStation er nog niet, alvast wel twee spellen binnengekregen. Ja, gewoon tranquilo, hè. Rustig aan wat dingetjes, niet ongeduldig of zo. Ik ben pas 2 jaar aan het wachten. Nou, hij was heel enthousiast. En welke spelletjes heb je gekocht? Nou, ik wil heel graag voor Jesse wat leuks. Dus ik heb Paw Patrol Grand Prix. Een soort van Mario Kart, maar dan met Paw Patrol figuurtjes en dance. Aangezien wij in het nieuwe jaar weer willen... We willen gaan dansen en ook een beetje dat het wat... Nou ja, goed, dus ook goed voor de beweging. Hè? En dat je gewoon leuk een dansje aan het leren bent, denk ik dat het is. In plaats van dat je denkt van, oké, maar ik ga nou sporten. Nou, vergeet niet dat jij destijds, toen jij weer ging trainen, zeg maar, met je YouTube-filmpjes, dat je toen wel behoorlijk in shape aan het raken was. Ja, inderdaad. Er is niks meer van over. Nou ja, conditie wel. Lekker popcornje, we gaan even kijken naar een nieuwe kerstfilm. Ik heb trouwens wat leuke nieuwe kommen gekocht. Een hele leuke binnenkant en de buitenkant. Roze, wit, turquoise en blauw. Zodat onze oude kommetjes weg kunnen. Want de M&M kommetjes die jaar... Ja, die heb ik al, daar heb ik al afscheid van genomen. Ja, die begonnen te begeven, zeg maar. Ik heb ze ritueel weggedaan. We zijn trouwens heel blij, ik weet niet of ik dat al even laten zien, maar onze auto staat op de oprit. De straat is open gegooid. Dus we kunnen eindelijk weer gewoon normaal onze auto op de oprit zetten.
Dat scheelt toch echt wel een hoop. Want nu moesten we best wel een eindje lopen. En natuurlijk weer dat je moet zoeken naar een plekje. Want iedereen die is op zoek naar een plekje. Dus overal nergens stonden auto's. En ook allemaal verkeerd geparkeerd. En op een gegeven moment weet je van ellende niet meer waar je de auto moet zetten natuurlijk. Dat vond ik nog het minst vervelende. Maar wel als je boodschap had gedaan. Of iets groots. Iets groots. Nee, precies. Normaal is het niet zo erg. Maar als je inderdaad heel veel... Of als Jesse gewoon... Dat je later thuis komt en hij slaapt. Nou ja, ik kan hem gewoon bijna niet meer houden, hè. Hij is bijna 20 kilo. Trouwens, even een side note. Zo. Ik vond Emily in Paris een hele leuke serie. Ken ik niet. Op Netflix. En ik kwam er echt veel later pas achter dat zij de dochter is van Phil Collins. Leuk, hè? Heel leuk. Maar echt... Zou er nog genoeg zijn voor mij? Nee. Ja. Voor jou? Ja. Jij hebt popcorn. Zoet. Zout. Ziltig. En dan mag ik daarna niet meer. Nee. Oh. Oké, dan weet ik dat. Oh nee, ik denk niet dat het genoeg is. Leuk, hè? Heerlijk. Andere binnenkant dan de buitenkant. Ik vind bijna tatoeage-inspiratie. Ja. Ja, ik vond dat heel leuk. Daar heb je het echt al super lang niet over gehad, trouwens. Over? Over een nieuwe tatoeage. Oh, maar ik denk er wel bijna dagelijks aan. Je moet nog steeds weer diegene op je buik afmaken. Ja, ook dat. Maar ik had alweer... Eigenlijk wil je alweer iets nieuws. Ja. Hallo, mijn lief gezinnetje. Die vermaakt zich aan de tafel. De een met de laptop en de ander met de tablet. We hebben een... lekker pyjama-dagje eigenlijk, hè? Nou, ik ben wel iets verder aangekleed nu. Ja. Dus meer een relaxed pak. Ja, huispakkie-dagje. En Jess en ik zijn behoorlijk opgeknapt. En nu is mama aan de beurt. Ja. Met de hoest... cholera. De hoestering. Oh. Ja, wij ook doen er wel gewoon een beetje solidair mee. Met hoesten. Ja, het is echt vooral ook als je gaat liggen. Merk je gewoon, ja. Verschrikkelijk. Het doet me wel een beetje aan het hoesje denken van het begin van mijn gevel. Mm-hmm. Ja. Ik heb vandaag weer gestukt. Ik dacht, ik kan hem weer opnemen dat ik ga stukken, maar dat hebben we inmiddels al gezien. De buitenkant is helemaal gedaan. En daar ook. En dat is na 8 tot 12 uur droog. En dan kunnen we gaan schilderen. Dus dat lijkt ons wel heel erg leuk. Want dan is het in ieder geval gekleurd. En dan zie je toch een beetje wat meer wat het moet gaan worden. Ook ben ik lekker aan het koken. Ik heb een heerlijk kipfiletje. Die ga ik eventjes kruiden. En dan weet ik eigenlijk nog niet wat ik ermee ga doen. Dus of ik ga hem frituren in een lekker jasje. Of grillen op de grillplaat. Dat gaan we zo meteen even bekijken. En hier heb ik dus gewoon een hele grote schaal. Gevuld met aardappeltjes. Die heb ik gewoon lekker in partjes gesneden. En die ga ik voorgaren in de oven. Een uurtje. Ja, op 200. Nou ja, heel specifiek. 205 graden nu. 200, 210. Om en nabij. Uurtje garen, dan de folie eraf en dan kan je de kruiden op doen, zoals knoflook, peper en zout, een beetje olie, een beetje boter is lekker. Dan zet ik hem op 275 graden en dan is het gewoon lekker krokant jasje garen, zeg maar. Gewoon bam! Lekker crispy. Knoflook is ook altijd lekker, pepertje pas ik mee op in verband met Jessie. Maar dat zijn we dus zo'n beetje aan het doen vandaag. En ik kan niet wachten op de PlayStation. Nou! Heb je... Nou, dat wordt wel heel lekker. Dat is wel de bedoeling. We gaan de kip in blokjes snijden. Ja. Want jij wilde van de week kipnugget, toch? Ja. Dus we gaan gewoon een lekkere, een beetje oosters gekruid kipnuggetje maken. Goed? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan ze stukjes snijden. Ja. En dan gaan we de kruiden erop doen. Ja. Dit is wel heel groot. En dan maken we een tempura beslag.
Ja. En daar gaan we ze dan in doen. En dan gaan we ze frituren. Lekker zeg. Nou ja. Lekker. Dat is wel de bedoeling. De gemalen koriander. Ja, heel goed. Rustig aan. Mag daar een beetje bij. Wow. Ja. Klaar? Ja. Nee, nee, nee. Dat gaan we met een lepel doen. Normaal gesproken kan het met je handen, maar met de kip doen we dat niet, Jess. Ruikt goed, hè? Ja. Lekker boertje erbij. Lekker boertje erbij, tuurlijk. Ik vind het wel gezellig zo met jou koken, hè? Jij ook? Ja. Leuke, knappe jongen ben jij. Even kijken, de aardappeltjes. Daar gaan we een goed schepje zout erover. Niet kapot, hè? Gewoon door elkaar husselen. Dan gaan we deze erin zetten. Wow. Dit is limoen. Oh, limoen. Ja, limoen. Mama. Oh, is wel lekker. Ja, maar niet zo. Geraspte kokos. Mm-hmm. Ja, iedereen denkt altijd dat je voor frituren een frituurpan nodig hebt. Maar dat is niet zo. Pannetje met een dikke bodem. Gewoon vullen met olijfolie. En dan kun je ook frituren. Dus we hebben de kip frituurpan aan. Aardappels zijn bijna klaar. Daar heb ik een lekkere lepel van onze kruidenboter doorheen gedaan. Jessie, kan je even... Ik ben aan het filmen. Kom je helpen, Jess? Huh? Kom je helpen? Nog even... Met tempura mengsel. Een kopje bloem. Dan gaan we bij doen een kopje zo koud mogelijk water. Wat genoeg is. Die mag je met de vork door elkaar husselen. Lekker kloppen, roeren. Niet te veel kloppen. En klontjes zijn geen probleem met dit beslag. Maar best wel wat... Kan je dan ook nog doe maar. En knijpen? Nee, dat hoeft met deze niet. Het is geen koekjesbeslag. Ja, heel goed. Klaar. Ja. Heel veel recepten gebruiken ook eieren en zo. Dat kan, maar het hoeft niet. Nou, dan gaan we de laatste keer de aardappeltjes door elkaar roeren. We gaan de eerste kipnuggets erin doen. Even een tussenkeuring. Nog wel heel heet. Nou, dat proeft knapperig. Nou, het is lekker. Proeft wel duidelijk de kokos. Ja. Ja. Het jasje is echt lekker knapperig. Ja, zelf zou ik minder kokos willen. Maar... Ja, maar ik ook. Want je zag wat er gebeurde. Mbappé. Helemaal zelf. Mbappé. Met één woorde te veel. Daar komt hij niet overheen. Het eindje afgelukt. Martinia. Hij doet het, mama. Hij doet het. Goedemorgen. Goedemiddag is het eigenlijk al. Waar gaan wij naartoe? We gaan naar Kenzie. Ja, naar Kenzie en Mariska.
Waarom? Want ze hebben een nieuw familielid, namelijk een hondje. En die heet Ginger. Daar gaan we even kennis mee maken. Ja. Toch? Ja. Ja. Maar zal ik laten zien welk cadeautje we hebben? Ja. Eigenlijk hebben we Ginger hond knuffel van deze. Ja. Die hebben we voor haar gehaald, hè? Ja. Nou, dan gaan we dan maar. Ja, let's go! Let's go! Ja, let vooral niet op mijn haar, want ik ben echt... Go! Want ik ben echt een beetje in een fase dat je denkt, ja, wat moet je ermee? Dan moet ik het echt helemaal gaan feunen, wil het echt dan in de krul schieten, zeg maar. Het begin en zo, dat moet dan toch een beetje draaien. Het gekke was, dat had ik eigenlijk met mijn lange haar ook al, dat het dan de bovenkant plat was en de onder krul. Dus daar moet ik misschien wat mee. We zijn net even lekker uitgebreid. In bad gegaan, Sergio's werken. Dus wij gaan nu op naar Pijnakker. Ik ben nog steeds niet helemaal 100%. Maar alleen maar thuis zitten heeft ook geen zin. Dus we gaan even wat lekker frisse lucht halen en we gaan er op uit. Hey, Poppy. We zijn weer thuis. Jessie, kom eens. Nou, oh! Zo enthousiast. Hij schiet nu al uit de bocht. Nou, we vonden een heel leuk pakketje, hè? Ja. Ja, dat was wel heel voordat spannend. We dat gaan laten zien, laten we eerst eventjes het filmpje zien. Ja. Nou, we waren niet thuis. En als je niet thuis bent, dan doe je gewoon pakketjes in je papierbak. Zo gaat dat blijkbaar tegenwoordig. Gelukkig is het niet iets ontzettend kostbaars of groot waarschijnlijk wat erin zit. Maar laten we gewoon voor de grap eens even kijken. Wat zal het zijn? Sokken? Spelletje. PlayStation 5. Kan die rip nog terug? Of doen we die tegenwoordig ook gewoon in de kliko? Nee joh. Nee, komt goed. Gelukkig regent het niet. Nou ja, dat dus. Voor hetzelfde geld had ik de container dus gewoon aan de straat gezet, hè? Ja, precies. Dat je denkt van, dus een oude doos. Ja. Het is dat hij zo uitstak. Dat je denkt, hè? Maar... Ja, en verwacht ongeveer hetzelfde formaat in de vorm van een magnetron. Precies. Dat had ook nog kunnen zijn. Want, maar dit niet. Aangezien die pas over 2 dagen zou komen. Ja, dus ja. Maar Jessie Silver, papa en mama, die hebben vroeger, toen ze net zo klein waren als jij, met spelcomputers gespeeld. Ja. Bij papa was dat... Bij papa was dat... De Nintendo. En bij mama was dat? Ook de Nintendo of de... Wii, denk ik. Nee, ja, nee. Uit 2001. Oh, hoe heette die nou? De CDI? De CDI? Ja. Wauw. Ja. Die is wel... Ja, nee, die hebben wij nooit gehad. Maar die weet ik nog, die ken ik nog van een vriend van mijn vader. Er zat ook een heel leuk kerstmanspelletje in. En zo. Dat heb je al verteld, ja. Maar goed, en dus een spelcomputer en daar speelden papa en mama spelletjes op de tv. Ja. En nu, hou op hoor. En nu zijn we zoveel jaar verder en hebben papa en mama heel hard gewerkt en heel veel centjes bij elkaar geschraapt. Ja. Om een computer. Waarom moet je niet laten slapen? Omdat je veel te wijs bent voor je leeftijd. Hebben we een spelcomputer gekocht. Ja. PlayStation 5. Ja. Ja. En ik heb er ook gelijk een spelletje voor jou bij gekocht. Ja. De Paw Patrol. Ja. Ik hou toch van jou. Ik ben toch een poepietje. Dus, papa en mama die hebben een nieuwe computer gekocht. Ja. En die is... Ik ga hem even laten zien. Laat jij hem zien? Wow, dat is spannend. Ja.
Ja, nou, we kunnen papa niet blijer maken. Ja, wat? Nee, niet dan. Hoe lang zeur je hier al om? 2 jaar of zo? Ja. Eerst bij komt bijna al 6 uit. Eind drink? Nee joh, dat duurt echt wel heel lang nog. Tuurlijk, een jaar. Nee, dit heeft zeker 8-9 jaar geduurd. Nog één? Dat er een nieuwe uitkwam. Nog één? Huh? Huh? Nog één? Huh? Maar terwijl jij aan het uitpakken bent, wat gebeurde er net op de wc? Ja, dan moet je aan deze kleine clown vragen. Ik ben me aan het omkleden en ik hoor ineens... Ja, wat zei jij? Mogen we dit nog zeggen? Ja, ik hoor ineens... Jezus! Dus ik zeg, nou... Hij zegt, ja, dat moest ik wel zeggen, want de hele toilet zit vol met poep. Had je diarree? Had je toch buikpijn? Er kwam behoorlijk wat lucht ook uit, dus hij zit wel... Ja, hij zei al dat hij buikpijn had. Nog één? Nog een doos? Oh. Ja, hij doet het ook meteen. Nou ja, en dit is dus heel goed. Want er zit inderdaad een Engelse stekker bij. Oh. Oeh, er ging bijna fout, Jessie. Er zit dus een Engelse stekker bij. Maar ik heb al een Europese gekocht. Wat een apparaat. Drek is het een dummy. Dat is niet grappig. Ja, en ik zat dus te denken, maar ik vind dat hij niet echt past in het interieur. Waar gaan... Er zijn skins voor, hè? Ook serieus. Ja, je kan gewoon roze kopen, bijvoorbeeld, of zo. Jessie, wat ga je hard? Hier een keer sturen. Sturen! Doe, je gaat winnen, je gaat winnen! Ja! Net door Marshall! Zo, ik ben tweede! Wow, goed zo! Goed hoor, kijk! Applausje voor Jessie! Je staat op het podium, Jessie, met Sky! Nou, iedereen is al naar bed. Het duurde even. Het bleek dat ik van de vorige PlayStation Sims hadden we toen nog gekocht. Dus die konden we hier ook weer voor downloaden, want die is niet geüpgrade. Dus ik heb nog eventjes ons gezinnetje lekker nagemaakt. In de situatie zoals het natuurlijk nu is. Dit is Sergio. De meneer. En dit is Jessie Silver. Een hele goede middag. Ik krijg me nou toch een pakketje binnen waarvan ik echt niet had verwacht dat die nog aan zou komen. Sterker nog, ik heb er zelfs aangifte voor gedaan. Ik had namelijk in een soort van opwelling iets besteld. Namelijk een cameraatje voor in het oor. Eigenlijk is het een soort van oorschoonmaakding. Maar er zit een cameraatje in, dus dan kan je ook in het oor kijken. En zoals de meeste van jullie misschien wel weten, ben ik hoorspecialist van beroep, audicien. Jessie Silver die heeft de laatste keer een oorontsteking gehad en waarschijnlijk ook een gaatje. En dat wil ik graag dan zelf kunnen bekijken, zonder dat ik telkens een otoscoop mee moet nemen. En het liefst kan ik het natuurlijk filmen en dat ook de rest het kan zien. Dat had ik dus besteld. Het leek allemaal oké. En ineens was de site onvindbaar. Ik kon nergens wat van terugvinden. De link deed het niet. Dus het was allemaal super vaag. Leek ook dat die site leek in 2022 gemaakt te zijn. Keek ik pas later naar. Dacht ik, ja, oké. Dus ik denk, nou, lekker dan, een scam. Hij was niet al te duur, dus ik dacht, nou ja, als het zo is, dan is het zo. Maar ik ga er wel aangifte van doen, want ja, die oplichterij op internet, dat moeten we natuurlijk allemaal tegengaan met z'n allen. Dus dat heb ik gedaan. En vandaag ligt er ineens een pakketje in mijn brievenbus. En ja hoor, hij is binnen. Ik heb hem geconnect met mijn telefoon. En ik heb hem nog niet geprobeerd.
Ik weet ook mijn god niet hoe ik dit jullie moet gaan laten zien zo in mijn eentje. Maar kijk, er zit dus een klein... Ja, er zit een lichtje aan, een klein schapertje. En daarin zit dus een klein mini-cameraatje. Ja, ik zou wel aanraden dat je daar echt heel voorzichtig mee moet zijn. En wel gewoon een beetje moet weten wat je doet. En zeker bij kinderen. Maar ja, zoals ik al zei, dit is mijn werk. Dus ik ben zo benieuwd. Dit is de app. Ook hartstikke Chinees weer. Die Chinezen, die hebben toch vaak dingen al, hè? Die wij normaal nog niet hebben hier. Even kijken hoor. Hoppakee. Okay. Kijk, dit is mijn oor. Zien jullie het? Dit is niet mijn oorhaar, jongens. Dit is gewoon mijn haar. Oké, even kijken. Even opzij. Oh, wil ik jullie dit wel laten zien? Geen idee hoe mijn oor eruit ziet. Nu. Even wachten, ik ga het gelijk even opnemen. Want dat kan dus ook. Dus wel dat het cameraatje zit niet aan het uiteinde. Kijk, daar is mijn trommelvlies. Klein beetje oorsmeer. Tada! Ja, hier ben ik echt wel blij mee, want dan kan ik gewoon in Jesse's oor kijken. Sergio heeft ook veel last van zijn oren, mijn schoonvader. Dus dan kan ik toch eens even thuis een en ander bekijken. Inmiddels zijn mijn schatjes weer thuis. Vandaag hebben we dus wel de Margalotron. Ja. En we hopen dat deze... Ja, we hebben helaas nu niet voor een supercoole retro gekozen... We dachten gewoon, we moeten er nou gewoon één kiezen die groot is en het goed doet en klaar is geweest. Nou, want, ja, hij komt ook daarachter, in het hoekje weggestopt. Dus ik ga hem verder toch niet zien. En we moeten hem gewoon hebben. Ja, er zitten wat deukjes op de bovenkant. Maar wij zijn helemaal into duurzaamheid en tweede kansjes voor het milieu. Niet die weggooimaatschappij. We hebben gewoon een teruggestuurd product. Wel nagekeken en zo, dus hij zou gewoon 100% moeten werken. Maar hij heeft wat uiterlijke beschadigingen. Ja, we gaan niet alles afdanken wat een beetje beschadigd is. Ja, maar je kan hem gewoon opentrekken. Dat is gewoon een prima magnetron. Grote. Kijk, als je een combi over hebt, dan is die uiteraard groter. Ja, ik weet niet of dat per se allemaal zo is. We hebben wel gekozen voor 1000. Ja, vond ik wel heel belangrijk. 1000 watt. Ja, 1000 watt. Sorry. En 28 liter. Ja, ja, dus... Wij zijn blij als die ook het product verwarmt en niet alleen dat ding zelf maar heeft wordt. Zo. En dat hij het gewoon doet. Dus we nemen een heerlijke ovenschaal. Ja, lukt het! Goed zo! Kijk, zo, die hele ovenschaal kan erin. Nou, dat vind ik al best wat. Ja. Zeker. Dus hij wil niet per se draaien. Ja, dat kun je uitzetten. Oké. Met deze. Met deze. Draaifunctie aan of uit? Ja. En wat heb je nu aan gedaan? Ik gebruik eigenlijk altijd die superstart gelijk hoogste power. Maar kijk, ik vind wel child lock. Ja. Handig. Je kan bijvoorbeeld deodorization, als je een beetje denkt van nou, mijn eten kan wel een beetje deo gebruiken. De microwave. Boter smelten. Smelten. My plate, geen idee. Oh, dat je gewoon je bordje met eten opwarmt, denk ik. Ja. Dat je het power defrost. Nou, dus, daar ben ik wel benieuwd naar. Ontdooien. Ontdooien. En healthy cooking. René heeft een vernuftig apparaatje gekocht. Daarmee kan onze oordokter in het oor kijken van... Jesse Silver. Een hele goede morgen allemaal. Wat ben je aan het doen, Jess? Moeten ze aan elkaar?
We gaan kerstballetjes maken van papier. En Jessie is heel, laat ze artistieke gedachten de vrije loop. Ik heb twee kerstballen uitgeknipt en die moeten nu dus weer aan elkaar. Hey, is je bal... Wow! Die is cool. Ga je hem in de boom hangen? Ja? Kijk, hij heeft hem helemaal daar gehangen. Ja, schat. Wow! Sliding. Heb je dat op de rugby geleerd? En we zijn inmiddels weer thuis. Zoals je ziet, zit het allemaal weer mooi, strak in de plooi. My lady is ook thuis. Wat vind je van zijn kerstbal? Wat? Oh ja? Ik had hem ook aan de voorkant gehangen als ik hem was, maar hij is iets wat bescheiden. Nou, ons TikTok-filmpje is inmiddels opgepakt door de social media platform of zo. Ja, die vroeg of ze het mochten gebruiken voor een leuk redactioneel stukje. En daardoor is het filmpje nog een keer een soort van viral light gegaan. Super grappig. De best social media. Oh ja, de best social media. NL. Nou, ik ben inmiddels lekker begonnen met koken voor strakjes. De shawarma is bijna klaar. Zullen we even boodschappen doen? Pita broodje halen. En dan hebben we een heerlijk broodje shawarma. Lekker, lekker. Pizza's. Twee pizza's. Twee bieten. Je weet het als je het weet. Ja, hè? Mijn haar, jongen. Ik moet ook echt weer naar de kapper. Het is nu op een punt dat ik denk, ja. Ja. Het moet nu echt even gaan doorgroeien. Ik weet niet zo goed wat ik er nou mee moet. Ik krijg het hier niet zo heel goed in model, zeg maar. Het is gewoon nu pluizig ook nog eens. Dit gaat, er wordt een beetje plat geslagen. Hier heb ik nog hartstikke veel... Sorry, ik ben allergisch voor schapen. Hier heb ik nog veel krullen. Het is ook echt veel. Het is echt, ja, het is gewoon, het voelt ook als schaap. Het voelt gewoon letterlijk als schaap. Dat was voorheen al toen ik lang haar had, maar nu is het wel echt next level, zeg maar. Nou, ik ben nog steeds Ave Mary. Ave Maria. Ave Mary. Avimereri, ja, aan het proberen op te nemen. Moeilijk nummer. Ja, dus de vraag is of het gaat lukken. Ja. Misschien doen we nog wel iets anders online gooien. Ja, wie weet spreken we jullie nog voor de kerst, maar is dat niet zo, wensen we jullie natuurlijk echt gewoon een geweldig kerstfeest met jullie vrienden en familie. Helaas dit jaar geen auto die we weggeven. Nee. Gekke dingen. Nee, dit keer niet. Nee, die hebben we zelf echt heel hard nodig. Dus vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten. We zien jou heel graag weer. Jullie reacties. En bij de volgende video. Ciao. Ciao. Ciao.